De finale van de beste gitarist van Nederland. Ja, die solo heb ik zo vaak gehoord in de halve finales dat ik hem... ik zou hem bijna na kunnen spelen, maar niet zo goed als jij, Niels. Dankjewel. Kan jij hem nog horen? Nee, ik ben een beetje buiten gekeken, eerlijk gezegd. Maar als je terugkijkt op die halve finale, dan was het een opgave om Mark Knopfler te spelen. Met andere woorden, hoe moeilijk is het om iemand die zo'n eigen geluid heeft, dan toch na te spelen en dan ook nog te bewaren dat je Niels overhoudt? Nou, ik denk dat als je daar overheen moet spelen, dat je niet te veel moet nadenken over van wie het is. Dat je gewoon lekker je eigen ding moet doen, dat heb ik gedaan. Zie je jezelf al staan straks op dat podium met Mark Knopfler? Ja. Nou ja, een beetje zelfvertrouwen kan geen kwaad in de finale. Niels Onstenk is de derde finalist. En net als in het vorige uur bestaat de finale uit een optreden met de Top 2000 liveband. En zometeen natuurlijk de freestyle. Welke nummer ga je doen, Niels? Another Day van Buckshot Lefonk. Een applaus voor Niels Onstenk en de Top 2000 liveband. Staring at my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't gonna worry. Well, any moment my sorrow to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. Het eerste deel van de finale van Niels Onstenk.
Buckshot, LaFork, Another Day. En samen met de Top 2000 Live Band die we straks nog een keer gaan horen als de jury in beraad is. Zometeen deel 2 van de finale van Niels. Eerst maar weer eens even naar de jury. Als je net bent ingeschakeld. Ja, dit is een deskundige jury hoor. Als je dit allemaal bij elkaar optelt aan jaartjes ervaring, dan val je bijna om. Het is Nationale Complimentendag, Jan. Vandaar. Ik zeg even wat aardige dingen. Ja, oké. Okay. Jan Akkerman, dames en heren. J.B. Meijers. Rob Winter. Juryvoorzitter Mark van Schaik, hoofdredacteur van Gitarist. Ja, of het een complimentendag is of niet, Jan, hier kun je vast wel wat aardigs over zeggen. Ik hoef hier helemaal niets over te zeggen, het is ontzettend goed. Nou, dan heb je er toch wat over gezegd. Goed zo, hartstikke mooi. Ik ga even naar J.B. Meijers, want die zie ik glimlachen van oor tot oor. En dat is natuurlijk schitterend. Dat kan ook bijna niet anders bij al die fantastische optredens. Wat vind je het meeste roemen aan het spel van Niels? Het is een combinatie van... Ik zit met mijn kop erover te breken wat nou een steekhoudend woord zou zijn. Maar het is gewoon echt een combinatie van zijn geluid en timing en noodkeuze. En dat is natuurlijk... Dat vond Jan dus ook. Ja. Zeg dat dan, Jan. Ja, precies. Laten we gaan luisteren naar het tweede deel van de finale van Niels Onstenk. Op zoek naar de beste gitarist van Nederland. Zijn freestyle. Heb je heel goed gedaan als je na die minuut denkt van hou alsjeblieft niet op. Dat gevoel had ik bij alle drie de finalisten, ook bij Niels. De finale van de beste gitarist van Nederland. Zometeen vraag ik Niels even om een reactie. Eerst even naar de jury, Rob Winter. Wat vind je ervan? Ik heb ook nog even zitten nadenken. JB zei net dat Thijs op een, hoe noem je zoiets? Zoekend op een koordansen was het. Zoekend op een koordans en jij hebt een hele dikke gefundeerde brug gemaakt. Met heel veel zekerheid waar we met z'n allen overheen kunnen. Dat is echt heel goed, heel knap. Dus dat zoekende in het spel van Thijs, wat geroemd werd door JB, dat zoekende merk je in zijn spel niet, maar het is wel hartstikke positief, toch? Ja, het is heel positief bedoeld, hoor. Dus hij zoekt wel, alleen hij vindt ook. Ja. Dat is belangrijk. Ik ga even naar de juryvoorzitter van Gitarist, waar we deze zoektocht samen mee organiseren. Mark van Schaik, wat vond jij ervan? Zonder in herhaling te vallen in deze plaats. Ik vond Niels, net als bij zijn auditiefilmpje eigenlijk, wat nog steeds op YouTube staat, weer verrassen. En daar ben ik heel blij mee. Dat hij blijft mij verrassen. Maar wat verrast dan? Nou, gewoon de keuze, zijn noodkeuze, zijn timing, ook de composities die hij speelt. Het is niet heel voor de hand liggend en hij brengt het er erg mooi vanaf, vind ik. Dus. Jij kent de wedstrijdreglementen en de belangrijkste regel is dat er maar één kan winnen. Ja, dat is een hele vervelende, lastige regel waar wij nu voor staan als jury. We moeten het nu gaan doen, ja. Bij het maken van het draaiboek van deze uitzending heb ik daar rekening mee gehouden. Ik denk van 20 minuten zullen ze zeker wel nodig hebben. Gaan jullie het daarin redden? Nou, ik denk dat wel lukt, ja. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Het woord is zometeen aan de jury. Ik ga eerst even naar Niels. Hoe kijk jij terug op je finale? Ja, leuk. Ik vind het leuk om hier te spelen voor zoveel mensen en... Zo'n fantastische jury. En het commentaar is uitmuntend. Ik ben blij. Ja, te gek. Oh, daar is die brug weer. Die hele brede brug vol zekerheid.
Ja, ik ga je niet vragen wie je denkt dat er gaat winnen, want dan zeg je waarschijnlijk ja, ik. Klopt. Ja, dat dacht ik al. Zometeen het verlossende antwoord van de jury. Nog een optreden van de Top 2000 Live Band. En zoals het bij goede voetbalwedstrijden ook gebeurt, we gaan straks nabeschouwen met de drie finalisten. Ja, in afwachting van het juryoordeel. Mannen, ik wil jullie wegsturen. Heel veel succes met het vinden van het oordeel voor de beste gitarist van Nederland. Jan, heb je er eentje in gedachten, zonder een naam te noemen? Pardon? Heb je een winnaar in gedachten? Denk je van die zonder de naam te noemen? Denk je van hier ga ik voor? Al 3 weken. Al 3 weken. JB, ben jij er al uit? Nee, eerlijk gezegd weet ik het niet. JB Meijs is nog te beïnvloeden. Rob, heb jij al een uitgesproken favoriet? Nee, ik heb er nog 2 waar ik uit ga kiezen. Oké, hoe zit het met jou, Mark? Nog niet helemaal, nee. Nee, de spanning stijgt. Nou, dat maakt het extra spannend. Er is nog van alles mogelijk.